Vanavond komen de duo's te weten wie doorgaat naar de finale. Gent of Brussel? Voor één van hen is het dus de laatste dag dat hun pop-up open is. Maar in Sticks & Stones begint de dag dramatisch. Vannacht is de stroom urenlang uitgevallen. Ja, het lot van Brussel heeft weer al eens toegeslagen. Heel de nacht heeft de koeling afgestaan, waardoor we heel veel hebben moeten wegsmijten. Tegelijk, onze trio's zijn nu praktisch allemaal leeg. Van de Malgin van Mimmi's en Plassa, die hebben nu gewoon veel moeten wegsmijten. Dus dat is wel heel zond. Alles wat daar is, onze vies en zo, hebben we moeten wegsmijten. En dat ging toch wel om heel veel geld. Dat was wilde zeebaars voor 800 euro besteld. En die wilde zeebaars is gewoon allemaal de vuilbak in. Maar ze pakken altijd gewone zeebaars. Dan kom, we doen een keer zot, we pakken wilde zeebaars. Vliegt de plan af. Nou, ik denk dat dat een beetje gewoon aan het worden is dat wij die pingen van in Brussel. Maar er zijn altijd oplossingen voor. Als ik nu kan worden, is dat oplossing. Moet ik iets aan de klanten uitleggen wat er niet gaat zijn? Of? We proberen al te knippen gewoon. Gaat het lukken? Ja. Het is niet nodig om de menu aan te passen. Ik wil het volledig geven. Wil je een menu doen? Ja. Ja, dat is het. Dat is goed, hè? Dit is mijn pop-up friet. Dat stamp je niet zomaar uit de grond. Dat gaat het vallen en opstaan. Maar dat is onze sterkte, denk ik wel. Dat is onze stijl, ook een klein beetje. Maar wanneer we het moeilijk krijgen, beginnen we allemaal te lachen. En dat is wel echt heel tof. Ik denk dat het hier daarom zo leuk is om te werken. Voilà, welkom in Brussel.